Amsterdam is aan het vertrutten. Ramen gaan dicht, de hoertjes moeten belasting gaan betalen. Als je met een biertje over straat loopt, krijg je een dikke geldboete. Maar wat vinden de Amsterdammers er nou eigenlijk zelf van? Pallo's zijn natuurlijk verboden. Ze willen coffeeshops gaan sluiten. De wallen zijn ook niet meer de wallen. Het rookbeleid, dat vind ik het, ben ik het ook niet mee eens. Dus jij wilt eigenlijk gewoon nog lekker een beetje spacen naar de hoeren kunnen gaan? Nee? Dat de politie met over hele zielige dingen moeilijk doet. Dat ze een jongetje van 10 jaar net aan gaan houden die door een rood stoplicht loopt. Dat ze eigenlijk deze hele buurt een beetje willen in slaap brengen. We moeten om 10 uur dicht straks. U wandelt wel vaker door rood? Ik wandel hier heel vaak. Een heel bekend gebied voor mij. Heel veel kennissen wonen, oom, heb jij wat aan de overkant. Dus voor mij is het heel normaal hier. Mag jullie wat vragen? Nee, mag niet? Er was iemand die de vertrutting zo zat was, dat hij er jongen een nummer over had gemaakt. Elian, wat is er met je gebeurd, man? Waardoor dacht je van dit is de druppel, ik moet hier iets mee doen? Ik had eigenlijk zelf het idee dat het dialoog een beetje ingekakt was en dat er dus veel te weinig over gesproken werd. We hoorden dan wel een beetje op de achtergrond mensen erover klagen, maar eigenlijk was er een beetje ingedut. Dus ik dacht, nou, dat kan wel een nieuwe injectie gebruiken. Zodoende. Een biertje drinken op straat, dat mag niet. Dus dat ga ik eens even lekker doen. Ik vroeg me af of jullie je erger aan de vertrutting van Amsterdam. Precies, ja. Het is verboden om bier te drinken. Dus dat kunnen we wel even direct zeggen. Sorry, wat zeg je? Wil je misschien wel bij een tafeltje gaan zitten? Want... Heeft u nog een btw-bonnetje? Nee?